Pim Ligthart, je was alleen vandaag in de koers. Toch was dat niet echt te zien, want ja, je was eigenlijk constant in de weer met attractief rijden. Ja, je moet wel proberen. Het was een vrij matte koers. En, ja, je rijdt de kampioens om te winnen en niet om tweede of derde te worden. En, ja, voor mij is het gewoon heel moeilijk om alleen die sprintvoorbereiding om dan tegen, ja, tegen Dylan en tegen Wim, tegen die jongens te sputten. Dus ik moest het ondernemen. En, ja, het was jammer dat, dat de jongens van Lotto Jumbo niet mee mochten rijden. Is dat ook irritant dan? Nou ja, kijk, ze hebben gelijk. Hè. Aan het einde van de koers hebben ze gelijk. Ze winnen de koers en het is een groot recht. En natuurlijk is het vervelend voor jongens zoals ik, die graag koersen. En ja, je probeert zelf ook je kansen te vergroten. En ja, met hoe minder mannen je die finale ingaat, hoe groter de kans wordt. En ja, ik merkte wel dat ik af en toe zelf de voorsprong moest voeren om dat te kunnen forceren. En dat heb ik geprobeerd en misschien dat ik daardoor op het einde punt net iets miste. Dat was een, denk ik, een goede aanval, maar het was, ja, de wind die draaide iets meer naar tegenwind. En, het was misschien iets te vroeg, maar ja, op dat moment volg je instinct en op dat moment zie je het moment en je gaat. En, uiteindelijk levert het niks op, maar ja, je probeert hem. Wat gevoel hou jij over aan deze wedstrijd? Nou ja, de bevestiging dat ik goed uit de Giro ben gekomen. In Zwitserland ging het al een stuk beter. En, ook woensdag had ik een heel goed gevoel, ik had materiaalpech en nee, ik ga met een goed gevoel richting de tweede helft van het seizoen.